Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Hickory Dickory. Een spel waar de muizen gaan spelen met de tijd door de wijzers van uurwerk, of van de klok eigenlijk, te manipuleren. Dus het is een worker placement spel waar dat je ook een soort van rondel hebt. Laten we eens kijken naar de spelregels. Wil je weten wat ik ervan vind? Dan moet je ook kijken naar de volgende aflevering van Bordspellen Nieuws en Reviews. Om Hickory Dickory op te stellen, gaan we eerst het bord openvouwen natuurlijk. En dan gaan we de wijzers, of het eerste deel van de wijzer, gaan we onder het bord steken. En dan alle volgende stukken erbovenop. Met als laatste deze grote wijzer met de opening daarboven. Gaan we hierop en dan daarbovenop nog dit topje. En dat moet je er dan in. Je ziet het aan de vorm, dan moet je er dan insteken. En dan kan je het ook nog op slot draaien. En dan moet je met de klok meedraaien om hem vast te zetten. Zo. We starten op 7 uur en de minutenwijzer op 12. En afhankelijk van het aantal spelers gaan we daar ook een slotje in gooien. Die we met 4 spelen, hoeft dat niet. Dan mogen we de hele wijzer gebruiken. Spelen we met 2, dan gaan we het grootste stukje er moeten insteken. Spelen we met 3, dan gaan we het kleinere stukje erin steken, zodat er minder plaats is. Plaats dan de actieschijfjes allemaal op de juiste plaats. Sommige hebben een vaste plaats, bijvoorbeeld deze nummer 6, het staat er aan de achterkant op. Andere kan je wisselen, bijvoorbeeld deze hebben allemaal een maandje die hier liggen. Dus die kan je ieder spel van plaats gaan verwisselen. Leg ook deze twee zijborden passend in deze klok. Aan de rechterkant gaan we de jokertegels erop leggen. En dan hebben we de favorite deck, waarbij we 4 kaarten er moeten uitzoeken die een eikel hebben in de benedenhoek. En die delen we willekeurig uit 1 aan elke speler. Natuurlijk niet zichtbaar voor iedereen. Overige kaarten schudden we en daar maken we een stapeltje van. Aan de linkerkant doen we hetzelfde met de questkaarten. Alleen krijgen de spelers er geen om het spel te starten. En dan hebben we de zak met tegeltjes. Daar moeten we eens goed mee rammelen natuurlijk. En dan moeten we er hier 4 willekeurig leggen in de uitverkoop. En verder op iedere buitenste plaats rond het uurwerk buiten op 12 uur. Er is nog één bordje dat we kunnen toevoegen hieraan. Dit stelt de slinger voor van de klok. Het is natuurlijk het mooiste als je het er kan onderleggen, maar niet op iedere tafel zal dat mogelijk zijn. En je kan het ook gewoon ergens anders leggen waar het praktischer uitkomt. In ieder geval, je moet er dan de dennenappel hier aan vastbreien aan de 9. Vervolgens gaat iedere speler een spelerskleur kiezen, neemt daarvan de 4 muiskaartjes en de 4 muizen en neemt ook een willekeurig jachtbordje. Op het jachtbordje staat hier beneden aangegeven welke muis op welke positie of welk uur op de klok start. Dus wat betreft de rode speler gaat deze dus op 7 starten. Deze grotere muis. Ze hebben allemaal namen, die beginnen met een S, maar ik ga ze nu gewoon benoemen zoals ze eruit zien. En dan hebben we nog de slimme muis, zal ik zeggen, en die mag op 9 starten. En de laatste muis, die start naast het bord, dus dat is die met de knoop aan het rollen is. Verder hebben spelers ook nog een scaler, hoe dat in Nederlands vertaald weet ik niet, maar die start hier op de slinger. En iedere speler heeft ook nog een pionnetje voor het puntenspoor. Die starten allemaal op 0. Maak van de speler die het meest punctueel is de startspeler. Zet deze pion op de kleur. Dus stel bijvoorbeeld nu dat dat de rode speler is. En dan hebben we nog deze twee tegeltjes om de spelerskleuren die niet meedoen af te dekken. Leg dan de twee kattenpoten, de extra punten en de kattendobbelsteen naast het speelbord. Die komen pas later in het spel. En wat ook wel handig is, is om deze twee tegeltjes met de manier waarop we punten scoren op het einde van het spel in de buurt te leggen. In Hickory Dickory spelen we om ter meeste bessen te verzamelen die we hierbij houden op het scorespoor. De meeste scoren je tijdens het spel. Er zijn er enkele die op het einde van het spel scoort, namelijk voor jouw bordje, als je een rij of kolom hebt gevuld op het einde. Je kan ook bessen verdienen door hier de quest te voltooien, door hier op de slinger omhoog te gaan en ook door reliquieën te voorzien voor Lord Cuckoo. Het spel begint met de eerste tik van de klok en dus je gaat gewoon draaien van nummer tot nummer. Dus het eerste is 1. Zijn er geen muizen aanwezig op de locatie of op de wijzer, dan gaan we gewoon verder met de volgende tik. Oké, hier is wel een muis aanwezig. Dus hier gaat wel iets gebeuren.
Laat ik voor het correcter uitleggen een aantal dingen aanpassen, namelijk dat er hier al een aantal muizen op deze wijzer zitten. En het eerste wat we dan gaan doen is kijken naar de muizen op de wijzer. De muizen die erop staan, te beginnen met de eerste, hebben telkens de optie om te blijven staan op de wijzer of om er vanaf te springen naar de buitenkant, waardoor ze eigenlijk de mogelijkheid hebben om zowel de tegel te nemen als de actie van die locatie uit te voeren. Ik kom zo dadelijk terug op wat alle acties zijn. Van zodra de tegel weg is, gaat de volgende muis enkel nog maar de mogelijkheid hebben om de actie te doen. Van zodra de acties zijn gedaan van de muizen op de wijzer, gaan we kijken naar wat we kunnen doen met de muizen aan de binnenste ring van de klok. Hier is de volgorde zoals ze staan, gepositioneerd. Hier is de volgorde gebaseerd op de prioriteitsspoor. Dus eerst mag de speler waarop de pion staat en dan gaan we zo de pijltjes volgen. Dus eerst mag de witte speler een actie doen, dan de gele. En zou er nog een muis bij zijn van de witte speler, dan mag die daarna een tweede actie doen. De muizen hier hebben twee mogelijkheden. Ofwel gaan ze ook weer springen naar de buitenkant van de ring en daar de tegel en de actie doen. Ofwel springen ze op de wijzer en sluiten ze van achteraan in het rijtje. Het zou hierbij kunnen dat bijvoorbeeld als deze iets grotere muis, de scavenger muis, als die er nu gaat bijspringen, dan zie je, ja, er is niet genoeg plaats. Dan ga je eigenlijk alle anderen vooruit duwen en als er daarbij muizen ervan afvallen, of in dit geval net op het randje blijven hangen, dan worden zij ervan afgestoten en zijn zij verplicht om ook de actie van de buitenste ring te doen of de tegel te nemen als die er nog ligt. Als zo'n scavenger er half op, half af staat, dan telt hij ook alsof dat hij er vanaf is gesprongen en schuiven de anderen op. Wanneer een muis er wordt afgeduwd, heeft hij ook de mogelijkheid om naar een voorgaande tik te gaan. Moest het gebeuren dat op die plaats een kattenpoot ligt, dan is het verboden om daar naartoe te gaan, maar dan mag die één verder teruggaan. En eventueel als er meerdere kattenpoten liggen, mag die nog verder teruggaan. En dan is er nog de uitzondering van de springende muis. Deze muis heeft de eigenschap dat hij wanneer hij ervan afspringt of wordt geduwd, dat hij niet per se naar de huidige locatie moet gaan, maar die kan ook één of twee verder springen en daar de tegel nemen en de actie uitvoeren. De tegels die we verzamelen, die leggen we in de rugzak van de muis, van de betreffende muis, maar weet ook dat ze vrij kunnen handelen zolang muizen op dezelfde plaats staan. Dus ook al heeft deze voor de actie gekozen om de tegel te nemen, dan kan deze scavenger ook deze overnemen in de zak, omdat op dit moment de wijzer op dezelfde plaats staat. Zij kunnen vrij doorgeven zonder dat dat tijd of moeite kost. Wat zijn dan de verschillende acties die we kunnen doen? Er zijn er bepaalde acties die een bepaalde kost hebben. Hier bijvoorbeeld zie je dat je 2 moet betalen voor de pijl, 2 tegels vanuit jouw muis, of iedere muis op die locatie kan het ook doorgeven, om deze actie te mogen doen. En zo heb je verschillende acties. Je hebt er ook waarbij je specifiek een relic moet afgeven. Dat zijn deze 3. Dan mag je die geven aan Lord Cuckoo op 12 uur. Krijgt 5 punten en een favorkaart. We hebben ook de search actie. Het getal geeft aan hoeveel tegels je uit de zak mag trekken. En dan als die van jou mag beschouwen. Wanneer de splottermuis deze actie doet, dan mag die er eentje meer trekken. En dan mag die kiezen welke die houdt. Het spinnenweb geeft aan dat je de markt mag bezoeken bij Itsy Bitsy Spider hier. Dan heb je de keuze of je 2 van de tegels uit de aanbieding neemt of 1 van deze jokertegels. Er is hier ook een plaats waar dat je, als je daar naartoe gaat, jouw laatste muisje kan vrijspelen. En je mag die dan eender waar in de cirkel zetten en daar de actie uitvoeren zoals je normaal zou doen. Iedere keer dat je nadien deze actie uitvoert, kan je hem verplaatsen naar eender waar in de cirkel en daar de actie doen. Dus dit is eigenlijk wel een hele flexibele muis, zou je kunnen zeggen. Dan hebben we nog wat we hier zien, deze slingeractie. Dus dan ga je eigenlijk jouw scaler zoveel stappen vooruit zetten op het slingerspoor. Dus iedere cirkel is 1 stap. Kom je bij punten, dan mag je die meteen vooruit gaan. En raak je helemaal van boven, dan neem je de bovenste punten hier en daarna schuift deze omhoog. Dus de volgende speler die van boven geraakt, die krijgt minder punten. En dat kan jij opnieuw zijn, want je begint terug beneden. En wie weet ben je terug heel snel boven. Dit schuift op tot we aan 4 zitten. En daarna krijgt iedere speler die nog boven geraakt 4 punten. Dan hebben we de locaties waar dat je een favorkaart kan krijgen als actie.
Dus dan mag je er eentje bij rapen. En je houdt die altijd geheim voor jouw tegenstander. Maar je mag ten alle tijde maximum 2 kaarten op hand hebben. Dus zou je nog een derde rapen, dan moet je kiezen welke je houdt. En dan leg je dus eentje op de aflegstapel. Dat mag open hier. Wat kan je met die favorkaarten doen? Wel, de meeste hebben een slash teken. Waaruit je mag kiezen of je het voor een actie gebruikt. Of voor een extra tegel wanneer we tegels gaan leveren. Sommigen hebben die keuze niet. Dit is een actie die je ook gewoon terugvindt op het speelbord. Eenmaal gespeeld komen ze ook op de aflegstapel. Moest de stapel leeg raken, gaan we gewoon de aflegstapel schudden en een nieuwe stapel vormen. Het leveren van tegels, dat zien we dus op de 11 of op de 6. Gaan we die actie doen, dan kunnen we dus tegels leveren die in ons zakje zitten. Laat ik nu even een willekeurig voorbeeld nemen door hier een aantal tegels te nemen. Zo, kijk, we hebben onze scavenger muis en die heeft deze tegels in de zak zitten. En laten we het zo doen, we geven ook nog dit kaartje af als extra tegel. Die moeten we niet in de zak gaan zoeken, maar die telt wel mee voor de puntentelling. Dus deze leveren we allemaal in. Ten eerste tellen we het aantal tegels dat we hebben geleverd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daarbovenop gaan we kijken naar het icoontje dat het meeste voorkomt. Hoeveel hebben we ervan geleverd? In dit geval is dat deze veer, 3 veren, dus nog eens 3 punten erbij. En dan gaan we ook kijken naar de kleur die we het meest hebben geleverd. In dit geval is dat groen, dus 1, 2, 3, 4 groene. Dat tellen we er ook bij. In totaal zitten we dus op een 13 punten voor deze levering. Dat kan zelfs nog bijkomen indien we met deze tegels die we afleveren ook nog voldoen aan een quest. Dus als in plaats van, laten we zeggen, deze dobbelsteen, er deze paarse dobbelsteen bij was, dan konden we ook deze quest voltooien, want die twee tegels hebben er ook tussen zitten. Dus dan zouden we die gewoon nemen, 5 extra punten tellen en die wordt niet meteen vervangen. Stel dat we beide quests kunnen voltooien, je moet er altijd eentje kiezen. Ook niet onbelangrijk is dat je daarna de tegeltjes op jouw jachtbordje gaat leggen. Degene die toch een overeenkomst vertonen met wat je hier hebt op liggen. Dus hier heb ik een dobbelsteen, een groene dobbelsteen, die past daar mooi. Daar een pluimpje. Deze hebben we ook. Zo, die andere twee die kan ik niet gebruiken, dus die gaan terug in de zak. Nu, deze komt wel op het bordje voor, maar aangezien dit geen fysieke tegel is, kan ik die enkel meetellen voor de punten, maar die komt niet op mijn bordje te liggen. En daarna gaat natuurlijk ook het kaartje weg. Wat ik nog niet heb gezegd, maar wat wel belangrijk is, is dat wanneer jouw zakje vol is en je zou nog een tegel bijkrijgen, dan mag je die toevoegen en een andere verwijderen, of je mag gewoon deze rechtstreeks in de zak gooien, afhankelijk van welke je wenst te houden. Maar bedenk ook altijd, je mag eventueel, als er muizen op dezelfde locatie staan, ten alle tijde doorgeven, zonder dat dat een probleem is. Nu, het zou ook kunnen dat we een jokertegel bij hebben wanneer we gaan scoren. Dus laten we nu eender welke daardoor vervangen. Wel, een jokertegel telt ook als eender welk symbool, als eender welke kleur. En ja, die telt ook gewoon mee voor het aantal. Dus eigenlijk ga je daar sowieso 3 punten voor scoren, ongeacht welke kleur je er aan toewijst. En daarna mag je die ook op eender welk symbooltje leggen op jouw jachtbord. Maar je mag hem niet later in het spel verplaatsen. Dus die ligt nu vast hier. Bovendien kan je hem ook gebruiken voor de quest te voltooien. Doordat ik deze joker aanzie als een van de ontbrekende tegels, kan ik dus één van beide questen scoren. Wat betreft de andere questen, er zijn er ook die icoontjes als regenboog tonen. Dan mag je kiezen welke kleur het is. Dan hebben we nog 2 icoontjes die ik nog niet heb besproken. Deze komt enkel voor op de kaarten en dat is de werpactie. Dus als je die speelt en je gaat de tegel dan verwaarlozen, dan mag je doen alsof een bepaalde muis op dezelfde plaats staat als de actieplaats waar dat je momenteel op staat. Bijvoorbeeld, nu zou ik kunnen ruilen tussen deze muis en een van deze muizen, als ik dat kaartje afgeef. En dan hebben we nog de 1 tot 3 actie. Dus dat ga je ook doen wanneer dat we hier bij Lord Cuckoo zijn en eventueel een relic afgeven. Of als we dat niet doen, kunnen we dat ook nog doen. De actie die hieronder staat, 1 tot 3 stappen, 1 tot 3 stappen. Dat wil dus simpelweg zeggen dat je naar een van de 3 volgende actieplaatsen mag en daar, zoals gebruikelijk, de tegel mag nemen en de actie mag uitvoeren. Wat je eigenlijk er wel moet weten, is dat het niet optelt als ik bijvoorbeeld deze springmuis gebruik. Normaal gesproken mag die al 2 stappen extra en dan kan die hier nog 3. Ik kan dus geen 5 stappen vooruit gaan met deze springmuis. Wat wel zou kunnen, stel dat we er hier van afspringen, dan zou ik wel kunnen zeggen, ah ja, die gaat 2 stappen verder.
Dan voer ik de actie uit en het laatste deel van de actie is 1 tot 3 stappen springen. En dan kan ik dus eigenlijk daar ook nog eens de actie uitvoeren. Dat zou wel kunnen. Iedere keer dat we een nummer hebben afgehandeld, tikken we naar de volgende klokslag. En als we uiteindelijk op 12 komen, is de ronde afgelopen. Of we gaan de 12 actie nog wel uitvoeren. En misschien nog een weetje, je bent nooit verplicht om een actie uit te voeren. Het is altijd optioneel. Maar dan gaan we dus naar het einde van de ronde. Dat bestaat uit 5 stappen die samen het woord chirp vormen. De C staat voor cat paws. Dan gaan we deze dobbelsteen rollen, meermaals, voor iedere kattenpoot. En we leggen die op dat betreffende uur. Dus deze gaat op 9 uur. Zijn er muizen aanwezig? Dan bewegen die zich verder naar de volgende vrije plaats. Want deze plaatsen waar de kattenpoten liggen, zijn altijd verboden gebied. Dus je moet dan altijd verder bewegen. Het zou kunnen dat ze op dezelfde plaats terechtkomen, dat is niet erg, dan leg je ze gewoon allebei op dezelfde plaats. En de muizen die je verplaatst, leg je altijd op plaatsen aan de buitenstreng. Komt er eigenlijk op neer dat er op dit moment nergens meer een muis in de binnenstreng gaat liggen. De H van chirp staat voor our hand, dus we gaan het uur eentje vooruit zetten. De I van chirp staat voor inner ring, dat wil dus zeggen dat we alle muizen nu wel moeten verplaatsen naar de binnenstreng. De R van chirp staat voor refill. Ja, hier klopt er natuurlijk iets niet, dat zou niet zo mogen zijn. Maar als er nu lege plaatsen zouden zijn hier in de questen, dan gaan we die aanvullen. Hetzelfde hier, als er hier tegels weg zijn, dan gaan we die nu ook aanvullen vanuit de zak. Wat we daarnaast ook moeten bijvullen, zijn alle tegeltjes aan de buitenste ring. Dus dan leggen we terug overal een tegeltje vanuit de zak. En de P van chirp staat voor priority, dus dat wil zeggen dat we deze pion met de pijlen één vakje vooruit zetten waarbij we de gedekte velden gaan overslaan. Dan zijn we dus klaar om aan de volgende ronde te beginnen totdat het uur dus op 12 staat en dan gaan we de punten tellen. Wat moet er nog geteld worden? Normaal gesproken gaan we hier al heel wat punten hebben natuurlijk en telkens wanneer je aan 50 komt mag je deze in je voorraad nemen en begin je terug van 0. Er zijn nog twee dingen die we moeten tellen, namelijk dit bordje. Dus voor iedere rij of kolom die volledig gevuld is, krijgen we 5 punten. Dus ik heb er hier 1, 2, 3, dus 15 punten. En normaal gesproken ga je dan misschien ook nog op jouw muizen nog wat tegels hebben liggen. En die ga je eigenlijk, die mag je allemaal bij elkaar verzamelen. En dan ga je eigenlijk nog één keer scoren zoals je eigenlijk iedere levering zou scoren. Met dat verschil dat je nu geen questkaart meer kan behalen. Maar wat je wel mag doen, is jouw twee favorkaarten ook nog toevoegen aan deze puntentuin. Dus dat is gewoon zoals je het anders doet, alleen heb je nu meer tegels. En moest dat toch problematisch zijn, je hebt hier een tegel dat een overzicht geeft, maar niet alleen dat, aan de achterkant heb je ook een rekentoestel, waarbij je gewoon in deze app of website kan ingeven welke fiches heb ik, en dan zegt hij zelf, dat is zoveel punten waard. Dus dat kan nog handig zijn voor op het einde van het spel. Degene die de hoogste totaalscore heeft, wint. Zijn er meerdere spelers die op hetzelfde aantal punten eindigen, dan is de winnaar degene die het jachtbordje het meest gevuld heeft. En anders blijft het een gelijk spel en delen jullie de overwinning. Dat is alles wat je moet weten voor het spelen van Hickory Dickory. Bedankt om te kijken, abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye!